voorstellen, de executie. Dat kan bijvoorbeeld zo zijn. U zit gezellig op het kantoor al 2, 3, 5 jaar of zo naast een collega. U gaat gewoon even naar het toilet, lunchen, een ommetje doen, vergadering. En dan kan u terugkomen en dan is die weg. Dus alles weg. We praten er ook niet meer over. Ik sta dan achter ze. Ik geef ze een harde klap op de linkerschouder. Ze kijken omhoog. Ik schiet mee. Ze hebben 10 seconden om hun spullen te pakken achter mij langs. Zo, richting de uitgang van de kamer te lopen. Volg de rode pijlen richting de uitgang en de exit. Weg, weg, weg. Je snapt dat we zo'n procedure moeten oefenen. En dat doen we ook al direct bij binnen. Aangenomen, dan leren we ook gelijk, als zoiets gebeurt, wat je dan moet doen. Efficiënt. En ook de golf. De golf hebben we iets, ik heb de golf wat ruimer ingedeeld. In periodiek, zullen we zeggen. En het leek mij leuk om er dan een kerstontslag en een lentegolf en een zomervakantiegolf net terug van en plaatjes van de bomen van de golf. Dat is eigenlijk heel herkenbaar, vind ik. Ze krijgen dan een mail. Dat is weer hint. Dan krijgen ze een appje. Daar staat dan alvast de suggestie in. Dan krijgen ze een brief thuis op de dag dat ze niet meer hoeven te komen. Daarin staat dan wanneer hun spullen, zeg maar, worden opgestuurd. Nou, rest mij nog om het gewoon op Facebook te zetten zodat het allemaal bekend is. En dan alt F7, hup, gerust. Je kunt altijd bij mij in de leer, dat is een ding. Methode 3 is de meest efficiënte methode die je maar kan bedenken. Het woord zegt het al, er wordt geruimd. Er komt ruimte. Ja? Gaat dan als volgt, ik heb daar een speciaal team voor opgeleid. Die zitten ook daadwerkelijk achter een soort muur met een knop. Maar ik bepaal wanneer die knop wordt gebruikt. Mensen worden geraakt als ze met verlof zijn, zwanger zijn, ziek, zwak of misselijk, rode schoenen dragen, dan wel nog steeds met de iPhone 3 of minder bellen, of een 1,50 meter. De procedure gaat ongeveer als volgt. Ik druk op de knop, de deuren gaan open, ik ga ervoor staan en ik roep 5, 4, 3, 2, 1, ruim maar! Hup, 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 hup. Oppakken, 1 meneer, weg mee. Dat is mijn baan. Een fantastische vrouw. Sorry. Vroeging. Ik heb een hele leuke baan. Life is immers een jungle. opstaan. En doorgaan. Pak je potlood. Zelf pakken. Opstaan. En doorgaan. Ze gaat buiten spelen. In de speeltuin. Een schommel. Daar staat nog een wipwap. En daar staat nog een glijbaan. En een fiets. 10 vriendjes rennen af op de fiets. Zij loopt ertussen. Bam! Boem! Oh, bloed. Nee. Niet met papa. Zelf opstaan. En doorgaan. Zo. Een basisschool. Voor het eerst lezen, schrijven, taal, rekenen. Moeilijk som. Nee. Zelf weten. Opstaan. En doorgaan. Ik faciliteer. Ik heb haar huis. Ik verzorg haar kleding. Ik verzorg eten, voeding, haar zorg. Maar zij moet het doen. Zij moet opstaan. En doorgaan. Puberteit. Drugs, feesten, roken, alcohol, liefde. Ik grijp haar vast. Ik zeg, je moet opstaan en je moet doorgaan. Doorgaan, nee. Doorgaan. Door. Ga door. Is opstaan en doorgaan. Het is opstaan, en doorgaan. Het leven is een jungle. Je bent lunch. Eat lunch.